Dus we gaan ook nu weer gewoon lekker even ontbijten. En ik wil jullie nu nog even een paar dingetjes meegeven die mij vooral helpen om het alleen vol te houden. En zodat ik dus nu ook in deze situatie, waar ik helemaal alleen ben, echt helemaal alleen, dat ik het toch voor elkaar krijg om te blijven eten. Als eerste vind ik het gewoon heel fijn om een rustige omgeving te creëren. Ik zit vaak gewoon aan mijn tafeltje en ik pak er iets te lezen bij of iets van een puzzelboekje of iets te tekenen. En ik zet meestal een fijn muziekje op, meestal iets van jazz of zo. Gewoon op YouTube kun je dat vinden. Dan kun je als je jazzmuziek of playlist en dan soul of jazz of R&B intikt of zo, dan krijg je allemaal van die video's met van 3 uur of zo en die kun je dan opzetten. En dat vind ik wel fijn. Wat ik vooral niet doe tijdens het eten is op WhatsApp kijken of social media of gaan struinen, want dat helpt me echt niet. Want soms komen daar ook wel eens posts voorbij of je ziet dingen en die kunnen dan weer een bepaalde stress invloed op je hebben, waardoor de eetstoornis juist weer harder gaat trekken. En dat is niet zo fijn, zeker niet tijdens een eetmoment. Daarnaast bedenk ik me ook altijd van, oké, ik ben alleen en als ik niet eet, wie heb ik er dan mee? Een ander niet. Een ander heeft er, ja, die weet er niet eens iets van of jij iets eet of niet. Dat boeit die ander ook geen, ja, dat woord ga ik maar niet zeggen. Dat maakt hem helemaal, en maakt hem of haar helemaal niks uit. Dus probeer te bedenken dat een ander ook alleen eet zonder jou. Zonder dat jij daar notie van hebt. Dus jij kan dan ook alleen eten zonder dat een ander daar notie van heeft. En dat verdien je net zo goed. Toch? Tenminste, ik vind van wel. En als laatste helpt het mij ook heel erg goed om te bedenken van, wil je nou afhankelijk zijn van een ander? Wil je nou dat iemand anders iedere keer zegt tegen jou van, je moet gaan eten en je moet dit op je brood doen en je moet dat en dat en dat? Nee, je wilt toch zelf die regie hebben? Dus als je zelf die regie wil hebben en die regie wil houden, dan zul je het zelf moeten doen en dan zul je het zelf moeten kunnen. En dat weet ik zeker dat je dat kan. De wil is er misschien wel, maar je moet het omzetten in actie. En soms hoor ik wel eens dat anderen tegen mij zeggen van, ja, maar ik wil wel, maar het lukt niet. En dan scheren ze zeg maar het willen overeen kan met het doen. Maar het willen en het doen zijn twee compleet verschillende dingen. Want als je iets wilt, ja, dan kun je het wel willen, maar als je het niet doet, dan komt het nooit uit. Dus dan blijft het een soort van droom. Die blijft ergens daar hangen, buiten beeld. Maar hij is ongrijpbaar, want je handelt er niet naar. Dus je komt van dit punt niet naar daar. En dan moet je echt iets gaan doen. Dat bedenk ik me dan ook wel vaak. Want ik ben nou 21 en dan denk ik van, ik wil echt niet meer dat mijn ouders moeten zeggen dat ik überhaupt moet gaan eten. Of dat zij beslissen wat ik moet eten en hoeveel. Nee, dat wil ik gewoon zelf beslissen. En dat doe ik nu. En daar voel ik me veel prettiger bij. Ik ga nou nog even contact opnemen met ziekenhuis in Brugge, want ik moest een Hyloterm homecare apparaat aanvragen of reserveren voor enkele dagen na de operatie. Maar dat verhuren ze alleen in België. In Nederland hebben ze dat wel, maar alleen in de ziekenhuizen en die verhuren ze niet. En ik moet hem echt 3 dagen thuis hebben, zeg maar. Dus ik ga even naar de naar het ziekenhuis bellen hoe zij dat doen met andere Nederlandse patiënten die zo'n ding nodig hebben, zeg maar. Ik zal hem zo even laten zien, dan weet je een beetje wat dat is, zo'n Hyloterm ding. Kijk, dit is zo'n Hyloterm, dat is een masker, zeg maar. Het zit helemaal om je gezicht en via buisjes gaat er dan water door. En dit is beter na de kaakoperatie dan een cold pack, want een cold pack verschilt telkens van temperatuur. En dat water dat hierin zit, wordt zeg maar constant gehouden en dat is beter voor het herstel, schijnt, dan zo'n cold pack. Dus ik moet zo'n ding hebben, maar die hebben ze dus alleen in België. Ik heb nu even een soepje gemaakt. Ik heb wortelsoep met, er zit nog een beetje sla en een beetje paprika. En ik heb gemixte bonen erin zitten met tomatensaus en een omeletje. En ik heb me even aangekleed. Ik had me al aangekleed, maar ik heb even andere kleren aangedaan. Het is een beetje raar weer. Nu schijnt de zon, maar straks waait het weer heel hard. Dus ik heb nou dit shirtje aan. En ik heb mijn langere broek aan. Die hoge broek die ik pas gekocht heb. Dus
een beetje comfortabeler dan een korte broekje. Maar ik ga nou eerst even eten. En ik kon het trouwens niet vinden van de Hilotherm. Ik heb even naar Brugge gebeld en ze zeiden, ja, dat klopt dat je die in Nederland niet kan krijgen. Ja. Dus dan moet je het op de ouderwetse manier doen. Dus dan moet ik het wel gewoon met cold packs gaan doen. Zo, ik ga even een rondje fietsen. En ik heb mijn jas bij, voor de zekerheid. Maar ik denk niet dat het nodig is, maar ik kan me beter bij hebben. Oké. Dan vergeet ik de sleutel van het tuinhuis. Dan moet ik even terug. Oké, nu gaan we wel fietsen. Oeh. En nou heb ik het weer warm. Het was lekker. Ik had een beetje tegenwind, maar dat is niet erg. Maar ik heb het nou zo warm. Ik denk dat ik mijn kleren van vanochtend weer aan ga doen. Tada! We zijn weer omgekleed. Zo, ik ben klaar om te gaan. Eens even kijken hoe laat het is. Mijn horloge. Het is, het is net 7 uur geweest. En nu ga ik naar Max en Julia. Voor de laatste keer, nou ja, niet voor de laatste keer. Maar in ieder geval vanaf dat dit mijn thuis is. En ik zal vragen of ze op de film willen. Dan laat ik nog wel een stukje zien. Ga maar eens kijken. Yay! Maxje! Wauw, heb jij... Laat je mooie pyjama zien. Daar is niet iedereen blij mee, maar jij wel, hè? Ja, ik ben er wel bij. Goed zo. Boom. En toen had ik ineens mijn pyjama aan. En een theetje. Nee, ik heb verder niet meer gefilmd. Het was heel leuk. En ik heb nog even voorgelezen uit Mathilda. En nu ga ik vanuit Goes voorlezen. En ik heb het boek dus mee teruggenomen. En dan ga ik elke week een hoofdstukje voorlezen en dan via de WhatsApp. En dan ga ik zo inspreken en dan verzend ik het. En dan kunnen ze toch iedere week nog een hoofdstukje door mij voorgelezen krijgen. Ik heb nu een theetje en druifjes. Dit is, dat is eigenlijk ontbijtthee, maar dit is met anijs en venkel. En ik heb een volkorenbolletje, allebei met pindakaas en eentje met pindakaas en jam en eentje met pindakaas en appelstroop. En ik had nog een zakje dadels en ik had er één gesnoept, dus daar ligt de rest nog, zeg maar. En dan vanavond. En nu een halve bak Halo Top cinnamon roll en 3 chocoladesoesjes. Zo. En dan ga ik straks slapen. Ik ga nog even een paar vlogjes kijken. Even nog wat editen aan die van mij. En dan misschien nog even eentje van een andere kijken. Wel te rusten. Goedemorgen. Volgens mij is het me gelukt om er gisteren niet te veel over te zeggen. Maar vandaag is de grote dag. Of tenminste, de op één na grootste dag dan. Want de kaakoperatie is de grote dag. Maar vandaag ga ik dus verhuizen. En ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ik ga nu voor de laatste keer thuis hier zo ontbijten. Ik heb yoghurt met havermout en chiazaad. Banaan, zonnebloem, pitten, kokos en rode bessen. Koffietje en ik ga nog even een stukje lezen. Oh jongens, ik ben hem aan het inpakken en ik dacht, oh, ik moet nog maar een paar dingen meenemen. Maar ik vind het nog best wel veel voor een paar dingen. Kijk, dit staat er in de gang. Die kussens moeten nog mee. Die doos die hierop staat, die moet nog mee. Mijn plantjes moeten mee. Die afvalstijl moet mee, want daar zit nog allemaal eten in uit de koelkast. Die tas moet mee. Die doos moet mee. Dat moet mee. Dat kussen moet mee. Die tas moet mee. En die tas moet mee. En dan denk je misschien dat gaat makkelijk. Maar mijn opa en oma hebben maar een Fiat Panda. Dus ik hoop dat het erin past. Het past net. Moet ik het even met de sleutel doen? De andere sleutel. Ik moet de andere sleutel hebben om even te verstaan. Oh, oké. Okay. Het is nou een heel stuk later. Ik ga nou even soep eten en even wat drinken.
Want we hebben net echt de hele ochtend op papierwerk gedaan. Al die regelingen en gas en water en elektriciteit. En mijn eetstoornis zegt nou echt van, nee, je mag niet eten, want je hebt de hele tijd gezeten. Maar ik ga straks de hele tijd poetsen. Ik ga hier alles schoonmaken. Het is echt een bende. Wacht, moet je mijn aanrecht zien. Echt, ik heb alles maar even daar gedumpt. Zelfs mijn kast staat nog open. Daar staan mijn planten, echt. En op het bed staat ook van alles. Maar ik moet nu echt even gaan eten. Dus ik moet alles opzij zetten, hoe moeilijk ik dat ook vind, om echt even te gaan eten. Dus ik ga straks nog even verder dweilen en alles even verder schoonmaken. Ik had hier al een beetje gedweild, maar nog even de rest even doen. In ieder geval, ik ga nou eerst even eten. Oké. Hij is op. En nu gaan we het even verder schoonmaken. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel tijd om te filmen, maar ik laat even een tussenmomentje zien. Nou, mijn keuken is zoals daarstraks nog een bende. De slaapkamer, ja, daar ga ik geen woorden aan vuil maken. Dat is ook nog een bende. En ik heb ook al even een wasje aangezet met alle handdoeken en theedoeken. En de woonkamer heb ik net gedweld. En ik ga nou eventjes deze kast even schoonmaken en even mijn boeken en zo erin zetten, want dan kunnen er al een heleboel dozen weg. Oh jongens, dit is echt een cream. Ik zit nog steeds in de bende. Ik denk dat morgen gewoon even verder moet me opruimen, maar ik was zo, en opa en oma en Michael die kwamen ook vanmiddag. En die hebben me geholpen en ja, even mijn zakje uit mijn thee halen. Toen was ik helemaal de tijd vergeten en toen ineens was het al 5:30. En toen dacht ik, kut, ik heb geen tussendoortje gehad. Maar ik zit zo de hele tijd in mijn hoofd met, wat moet ik eerst doen, omdat het helemaal een zooi is. Maar ik ga maar eerst even eten, want ja, ik heb nou 6:30 eten niet gegeten. Ik heb niet eens honger gevoeld. Ik denk dat het kwam omdat ik zo in mijn hoofd zat. Dus dat ga ik eerst maar even doen. Nou jongens, sorry dat ik niet meer gefilmd heb. Het was allemaal zo druk in mijn hoofd. Ik wilde alles schoon hebben, maar dat kan gewoon niet. Ik moet gewoon doorschuiven naar morgen en dan komt eten weer erbij, zeg maar. Dus ik moet echt rustig proberen te blijven. Ik heb er straks ook even een rondje buiten gewandeld om al even te kijken waar de glasbak staat en de plastic bak en zo. En nu zit ik eindelijk in de bank voor mijn tussendoortje. En ik zal even laten zien wat ik nu heb. Ik heb een theetje met druifjes en appeltje. En ik heb een cracker met pindakaas en chocoladesaus. En 2 speculaasjes. En vanavond nog een bak met kwark. En ik denk dat ik gewoon de komende dagen op het gemakje even alles ga opruimen. En even, even rust nemen weer. En dan zal ik daarna wel een vlog maken of een video waarin ik mijn huis laat zien. Mijn nieuw home tour. Maar dan wel als alles op zijn plek staat, want nou ziet het er zo nog uit. Dozen en prelaria. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eens even een paar dagjes mee te kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt en als je meer van mij wilt weten. En je mag ook altijd een reactie achterlaten. Geef een duimpje omhoog en ik zie jullie graag in de volgende video.